Hoi, ik ben Dennis, ik ben buschauffeur en welkom op mijn werkplek. Je kunt zomaar solliciteren op een vacature voor buschauffeur. Heb je geen vooropleiding voor nodig. Wat je wel nodig hebt is je B-rijbewijs. Het liefst minimaal een jaar. Je gaat dan een aantal testen doen, waaronder een capaciteitentest en een psychologisch onderzoek. Als alle testen goed zijn afgerond, is de aanmelding voor de opleiding. Bij je opleiding leer je alles over het beroep buschauffeur. In het begin is de bus de baas over jou, maar na een hele korte tijd ben jij de baas over de bus. Je leert hoe om te gaan met een bus, bijvoorbeeld bij een ongeval of de technische kant. Maar je leert ook om te gaan met de passagiers. Het grootste gros is hartstikke leuk, maar je hebt een enkel in bij zitten die is wat moeilijker. Maar ja, daar leer je ook wel mee om te gaan. Wat heel belangrijk is voor buschauffeurs is dat je verantwoordelijkheidsgevoel hebt. Je hebt natuurlijk de verantwoordelijkheid over alle passagiers in de bus. Je moet ook zelfstandig kunnen werken, want je zit in principe alleen achter het stuur. En verder moet je het leuk vinden om met passagiers om te gaan, ze echt een fijne rit te willen bezorgen. Ik vind zo leuk aan mijn functie de vrijheid die je hebt. Ik kom aan op de garage, ik pak mijn dienstenkaart uit de bak. Ik ga een lekker kopje koffie pakken. Daarna ga ik naar mijn bus toe. Ik stel hem in en dan begint mijn dienst. Ik ga mijn rondjes rijden door de Twentse steden, dorpjes. Ik kom bijna overal. En qua salaris is het optimaal. Wij werken in Nederland met 5 opdrachtgevers. Dat is Keoli, Connection, Arriva, EBS en Qbus. Dus daar werven wij buschauffeurs voor. En er is altijd wel in de buurt een vervoerder waar we jou aan kunnen matchen. De sfeer op mijn werk is leuk, lollig, jennen, zeuren. Eigenlijk zijn dat de woorden die erbij passen. Mijn leukste herinnering als buschauffeur. Ik weet het eigenlijk nog als de dag van gisteren. Er was een dame die was in de verkeerde lijn 2 gestapt. We hebben hier 2 en ik had mijn laatste rit. Ik dacht, ik kan haar niet s'nachts alleen over straat laten lopen. Dus ik heb in overleg met de centrale, heb ik haar met de bus naar haar woning heen gebracht. En dat maakt je beroep als buschauffeur, als je dat kreeg te horen van, je bent geweldig, erg dankbaar. Wil jij ook rijden in een mooie bus? Solliciteer dan nu bij Randstad en word mijn collega. Wat doe jij morgen?